Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, klik knop dan nu, want dat zouden we echt heel leuk vinden. Vandaag heb ik voor jullie een action shoplog, maar niet alleen action. Ik heb ook nog, ik ga dit proberen op te heffen. Veel. Dit. En dit is Jysk. Zo'n nieuwe winkel in Hasselt die bij de Action aan de Albert Heijn ligt. Dus ik ben er binnen geweest en ik heb ook daar een paar spullen gekocht. Dus het was voor mij de eerste keer daar. Maar ik ga jullie alles tonen wat ik heb gekocht. Het gaat naar de herfst toe. Dus ik heb inkopen gedaan om het interieur hier herfstig te maken. Sam weet het nog niet. Die gaat mij zot verklaren straks. Maar oké. Ik heb ook nog heel veel spullen bij mijn ouders liggen van herfstdecoratie. Dus die ga ik natuurlijk hergebruiken. En dan heb ik een paar nieuwe dingen gekocht. Ik zal eerst beginnen met iets uit de Action wat niet zo interessant is. En dat is dit. Deze hele grote fles. Amai, die is twee keer zo groot als mijn hoofd. Deze hele grote fles was middel, ja, wit. Voor witte was. Want die was op. Dus ik zag dat staan en ik dacht, wauw, zo'n grote fles, dat is kei goedkoop. Ik neem het mee. Dan, in de Action, niet alles zit hierin, want alles paste daar niet in, heb ik kussenslopen gekocht. De kleur voor de herfst, voor mij en Sam, voor ons huis, wordt trouwens groen. Zo van de, ja, hoe noemt dat, heeft de naam Emerald Green of zoiets. Ik hoop dat ik me niet vergis, maar alleszins deze kleur. Dit is één kussensloop. Dit is tweede. Hier zit het kussen al in. Dan deze. Kei mooi herfstig. Met blaadjes. Ja. Dan deze. Ik denk dat dat de laatste kussensloop is. Een donkerder groen. Dus dat zijn de kussenslopen. Dan heb ik een dekentje. Dit dekentje wit, maar dat is overgang groen. Dus ziet er zo uit. Ik wou dit jaar niet voor oranje echt gaan. Ik ga wel oranje accentjes toepassen met de dingen die ik al had. Maar ik ga niet te veel oranje doen, omdat ik vind dat dat al een beetje voorbij is. En kerst is ook zoal veel rood en hout en zo. Dus ik dacht, ik ga voor dat groen. En dan zie je tegenwoordig kei veel. Dus ik dacht, perfect. Dan heb ik nog een deken. Dat is dit deken. Dat is zo'n extra large. Ik heb nu zo'n wit en een grijs van de, ik denk van de Primark. Maar nu heeft de Action die dus ook. En ze hadden die dus in deze mooie groene kleur. Dus ik dacht, ideaal to switch it up. Dan nog in de Action heb ik dit gekocht. Een stukje dier. Nep dier, weliswaar. Hoop ik toch. Ja, het is nep. Het is geen echt dier. Ik dacht dat dit misschien wel nog tof zou zijn op een houten plankje. En daar de kaarsen op of zo. Misschien is dat dan ook weer niet zo slim. En kan dan brand schieten. Ik weet het niet. Ik ga kijken wat ik ermee kan doen. En ik ga testen wat mooi is. Ja, Milky? Wat ga ik iets zeggen? Milky wil ook eventjes hallo zeggen. Zeg maar iets. Nee. Durf je niet meer? Uw camera shy? Milky. Die blijft zo stil. Milky. Uw camera shy? Oké. Nope. Ik kan graag maar vanaf. Mocht niet op de tafel eigenlijk. Als volgende van de Action heb ik deze groene pompoen om in het groene thema te blijven. Next. Groene paddenstoelen. Ja. Dus ik weet nog niet waar ik dat ga zetten. Maar het is nog wel schattig. Drie paddenstoeltjes. Groen met wit. I like it. I like it. Dan heb ik iets niet groen. Dit egeltje. Houten egeltje. Dat is zo van stof. Als je trouwens iets hoort, snurken, dat ben ik niet. Of dat is geen scheetje of zo, maar dat is Shell.
Die is hier al met dat matje aan het spelen, dat dierenmatje. Dus dit egeltje, ik denk dat ik dit ergens in de keuken ga zetten. Super cute. Dan heb ik nog in dezelfde groene kleur een bolletjeshanddoek voor aan de oven te hangen. En bolletjeslampjes. Die zien er zo uit. Ik weet niet of jullie ze goed zien. Maar het zijn gewoon eigenlijk bolletjes in de groene kleur. En last but not least, watjes gekocht in de Action van die grote en van die kleine. Want ik had er nodig. Dan in de Jisk. Ik hoop echt dat ik dat goed uitspreek. Maar ik weet niet hoe ik het anders zou zeggen dan Jisk. Daar heb ik gekocht 2 placematjes in dezelfde groene kleur. Om in het thema te blijven. Dit furry bondje. Ook weer nep, of course, hoop ik. Ja, polyester. Dus dit. Ik heb nu zo'n wit op het zeteltje liggen. En ik ga die dan veranderen met dit groene. En dan heb ik dit gekocht. Dat is zo'n rondje om op stoelen te leggen. Vooral op van die Eames stoelen. Ik heb ze zo trouwens. Dus dat zijn deze. Met die pootjes die je ook in hout hebt. Mijn zijn nep. Die zijn van, ik heb die al lang, van 24 chairs of zoiets. Ik heb natuurlijk geen echte gekocht, want dat kost immens veel. Maar aan ons bureautje hebben we een doorzichtige stoel eigenlijk, een plastieke. En ik dacht dat dit wel tof daarop zou zijn. En dan heeft Sam ook een zacht kantje als ze erop zit. En dan als laatste, last but not least, ik denk dat dit mijn favoriet item is. Dit kussen, een fluweelgroen. Oh, like it. En dat is ook echt zacht. Kijk blij met dit kussen. Dat was het voor mijn haul. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Oh, ik schuif van de tafel voor deze herfst haul. En dan zien jullie in een van de volgende vlogs hoe dat ik het interieur een makeover geef. Vergeet niet te abonneren. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie morgen.